Hey, welkom terug. Tijd om weer een stap vooruit te zetten. In deze video schrijven we namelijk ons eerste echte programma. We beginnen met de kleinst mogelijke versie van het programma en voegen er dan telkens wat uitbreidingen aan toe. Wat is de bedoeling van dit eerste programma? Het programma moet ons vragen naar de naam van de gebruiker en die vervolgens persoonlijk welkom heten. Het is de eerste maal dat we Python om gebruikersinput via het toetsenbord laten vragen. Gelukkig bestaat daar een functie voor. De functie genaamd input. Een functie die je nog vaak zal tegenkomen. We vertrekken opnieuw van de functie als niet-doorzichtige doos of blackbox. De gegevens die een functie nodig heeft, geven we telkens mee tussen de ronde haken. In dit geval verwachten we dat er een tekst op het scherm verschijnt, zodat de gebruiker weet wat er van hem verwacht wordt. Die tekst zetten we dus als string tussen de ronde haken. Nadat de tekst op het scherm verschijnt, wacht de functie input tot de gebruiker klaar is met antwoorden en hij de beurt teruggeeft door op de enter toets te drukken. Alles wat de gebruiker als input opgeeft, wordt als een string beschouwd, zelfs als het enkel getallen zouden zijn. Die stringwaarde is als het ware wat er uit de functie input komt. In het Engels noemen programmeurs dat de return value van de functie. Het is het makkelijkst als we die stringwaarde meteen aan een variabele koppelen. Laat ons de stringwaarde hier koppelen aan de variabele met de naam gebruiker. Dus de functie input verschijnt, op het scherm verschijnt wat is jouw naam, je geeft een antwoord, het antwoord dat je geeft wordt tijdelijk opgeslagen in de variabele met de naam gebruiker. Dus hierdoor wordt de gebruikersinput opgeslagen in de variabele gebruiker en kunnen we die oproepen wanneer we maar willen. Als we de waarde gekoppeld aan de variabele gebruiker op het scherm willen laten verschijnen, dan gebruiken we daarvoor de printfunctie. Laat me dit even tonen in de Python-shell. Ik had de Python-shell reeds opengezet en we typen hier dus dat we een variabele gebruiker gaan. Eh, gaan creëren en daaraan moet welke waarde gekoppeld worden? Het antwoord op de vraag type hier jouw naam. Dubbelpunt spatie en dat moet een string zijn, dus ik sluit die af. Dus als ik nu op enter druk, dan gaat die input functie aan de slag. Op het scherm gaat verschijnen type hier jouw naam. Wij gaan antwoorden en het antwoord wordt opgeslagen in de variabele met naamgebruiker. Voilà, type hier jouw naam. Mijn naam is Harry Potter. En als alles goed gelopen is zou die naam Harry Potter opgeslagen moeten zijn in de variabele gebruiker. Dus laat me die waarde gekoppeld aan die variabele gebruiker even printen, kijken of dat klopt. Dus print, wat moet die printen? De waarde die gekoppeld is aan de variabele gebruiker, en dat blijkt Harry Potter te zijn. Prima, de naam verschijnt al. Maar we wouden een hartelijk welkom. We breiden de tekst die op het scherm moet verschijnen dus nog een klein beetje uit. Dus in, in plaats van gewoon print gebruiker maken we er van print hartelijk welkom, komma, spatie en na die hartelijk welkom moet onze Harry Potter komen. Dus daar moet onze gebruiker verschijnen en we gaan afsluiten met een uitroepteken. Hartelijk welkom Harry Potter, uitroepteken zou dit moeten opleveren. Even controleren. Ah, dat ziet er prima uit. Laat ons dan het programma uitbreiden. We willen ook weten hoeveel tekens de naam van de gebruiker telt. Dus de string Harry Potter, hoeveel tekens telt die? We kennen daar een functie voor om dat te laten verschijnen. Dat is len. De len, of de length, de lengte van wat? Van de variabele gebruiker willen we kennen. En laat ons die waarde. Dat zullen 11 of 12 of 13 letters zijn. Laat ons die toekennen aan de variabele met naam aantal tekens. Dus het aantal tekens moet overeen gaan komen met de waarde die men vindt door de functie len toe te passen op de variabele gebruiker. We drukken op enter. Dit zou gebeurd moeten zijn. Kunnen we dat controleren? Ja, laat ons die waarde die een aantal tekens zit eventjes naar het scherm sturen. Dus print de Waarde gekoppeld aan de variabele aantal tekens. Hoeveel tekens zijn dat? Blijkbaar zijn dat 12 tekens. Dit hebben we goed gedaan. Laat ons ook hier wat tekst toevoegen. We gaan toch niet gewoon 12 naar het scherm sturen. Laat ons ervan maken: Jouw naam bestaat uit 12 tekens. Dus ik zeg print. De printfunctie. We beginnen: Jouw naam bestaat. Uit, spatie, dan moet onze 12 komen, dus die zit in de variabele aantal tekens opgeslagen. Plus, en dan moet, er, uh, moet tekens nog verschijnen en een punt om dat af te sluiten. Dus nu zou er moeten gaan verschijnen: jouw naam bestaat uit 12 tekens. Ik druk op enter en er verschijnt niet wat wij verwacht hadden, er verschijnt een foutmelding en die foutmelding die zegt must be string. Not integer. Tja. We hebben hier een printfunctie. We hebben een eerste stuk string. We hebben hier een laatste stuk string. Dus dit stukje hier tussenin, onze variabele aantal tekens, die zou dan niet van het type string zijn, maar van het type integer. Klopt dat? Uiteindelijk proberen we hier strings op te tellen, maar we hebben dus niet allemaal strings. De variabele aantal tekens, als je hier kijkt, dan zie je dat dat een integer is. Waarom is het aantal tekens een integer? Wel omdat aantal tekens natuurlijk de return value is van de functie length. En de functie length telt het aantal tekens in een string. Dus het is logisch dat de return value van de functie len dat dat inderdaad een integer is. Er is echter een manier om de integerwaarde, aantal tekens, eventjes te laten omzetten. Te converteren naar een stringwaarde. Wat is die manier? Dat is gebruik te maken van de functie string. Deze functie, die we hier voor het eerst tegenkomen. Wat doet deze functie? Deze functie zet een niet-stringwaarde om naar een stringwaarde. Het is een van de typeconverter functies in Python. Waarmee dat je dus een waarde van het ene type eventjes kan omzetten naar een waarde van het andere type. Deze functie string gaan we toepassen op aantal tekens. Dus er verandert niet veel aan deze printfunctie. Ik ga die printfunctie eventjes kopiëren. En ik ga ze hier plakken. En we moesten dus de functie string gaan toepassen op deze variabelen. Dus ik zet die functie string hier en ik pas die toe op aantal tekens. Wat zouden we nu moeten krijgen? Jouw naam bestaat uit. Die integer 12 die hierin steekt, die wordt omgezet naar een string. Dus hier staat het als string 12. En dan tekens. Kijken of dit wel werkt. En nu krijgen we mooi: jouw naam bestaat uit 12 tekens. Heel goed. Toch nog één opmerking daarover. De variabele aantal tekens zelf is nog steeds een getal. Daar is niks aan veranderd. Het is maar op het moment. Dat we deze print-functie hier gaan gebruiken, dat ik die string-functie gebruikte om deze nieuwe string op te bouwen. Maar de variabele aantal tekens zelf is nog steeds een integergetal met waarde 12. Goed, we willen natuurlijk niet steeds elk commando zoals we dat hier gedaan hebben, apart gaan ingeven in de Python shell. We zouden de verschillende commando's liever opslaan in een bestandje. Een bestandje zodat we dat steeds opnieuw kunnen gebruiken. En dat kan, maar goed dat dat kan. In de menubalk van de Python Shell kan je, hier, kan je onder de menucategorie File het menu-item New File of Nieuw Bestand selecteren. Laat ons een nieuw bestandje aanmaken. De regelscode die we tot nu toe één voor één ingaven, ga ik nu gewoon meteen onder elkaar in dit bestand plaatsen. En vervolgens gaan we dat opslaan. Volg eventjes mee. Dus we hadden een gebruiker, de variabele gebruiker. En hoe kwam die aan zijn waarde? Door de input functie toe te passen op type hier jouw naam. Zo. Dat was onze eerste regel. Dan gingen we op een gegeven moment gingen we ook het aantal tekens daarvan bepalen. Het aantal tekens, dat was de len functie die toegepast werd op de variabele gebruiker. Dat is prima. We hadden ook een printfunctie. Een eerste printfunctie, die zei: Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Comma, spatie. En daar gingen we dan aan vast de naam van de gebruiker. En daar gingen we nog aan vast een uitroepteken. Zo. Dus dat moet er geprint worden. Wat moest er nog geprint worden? Er moest ook geprint worden: Jou. Naam bestaat uit. Uh, en dan onze string functie. Die werd toegepast op aantal tekens. Ja. En daar koppelen we nog aan. Want die zin is nog niet af. Jouw naam bestaat uit 12. En dan zouden er nog tekens met een punt moeten verschijnen. En dan eindigen we onze print functie. Zo. Dus dit bestandje gaan we nu opslaan. We gaan dat opslaan onder de naam welkom.py. Dus file, save as. We slaan dat ergens op waar dat je het zeker makkelijk kan terugvinden. Ik zet het eventjes op mijn desktop. En ik noem het dus welkom.py. Normaal gezien gaat save as type Python files vanzelf geselecteerd zijn. Want we hebben dit bestandje nu eenmaal aangemaakt in de Python shell. De bestandsextensie .py. Maak duidelijk dat het om een bestandje gaat dat Python code bevat. Dus als we zelfs op dit bestandje gaan dubbel klikken, dan wordt het door Python uitgevoerd. Um, we slaan het gewoon op en dit bestandje zou nu ergens op mijn desktop moeten staan. Dus we gaan kijken en we zien hier het bestandje staan. Dus ik ga erop dubbel klikken en dan zou ons bestandje moeten beginnen lopen. Voilà. Het bestand gaat open en vraagt hier naar, typ hier jouw naam, het eerste stuk van onze inputfunctie. En als naam geef ik op Harry Potter. Wat is het volgende dat moet gaan gebeuren? Hij gaat het aantal tekens stellen die in, Harry Potter, in de string Harry Potter zitten. Dan gaat hij zeggen, hartelijk welkom Harry Potter. En tot slot, jouw naam bestaat uit twaalf tekens. Dus als ik op enter druk, moet dat allemaal gebeuren. Ik druk op enter. Ik zag dat er iets verscheen, maar meteen sloot ook mijn venster. Hebben wij iets misgedaan? Nee hoor. Python doet wel degelijk wat wij vragen, maar hij sluit het venster. Hoe komt dat? Ik open terug mijn bestandje, dus ik ga terug naar welcome.py. Ik druk, druk erop met rechtermuisknop en ik wil het gaan aanpassen met onze IDLE. Dus ik open het opnieuw. Daar is ons bestandje welcome.py. Waarom sluit het venster zich zo snel nadat het afgedrukt is? Even kijken. Het printen van de naam en het printen van het aantal tekens hier is het laatste dat er in dit programmaatje staat. Dus de laatste regel, eens die laatste regel uitgevoerd is, sluit Python ook meteen het scherm. Ja, dat gaat zo snel dat wij niet de kans hadden om te zien dat Python de naam wel degelijk geprint heeft. We hebben dus iets nodig waardoor het scherm langer open blijft, waardoor het venster dat we daar straks zagen, dat zwarte venster, dat dat langer open, overblijft. En wel zolang als de gebruiker dat wil. We kunnen daarvoor de functie input eigenlijk misbruiken, want we weten dat de functie input wacht tot de gebruiker op enter gedrukt heeft. Dus ik ga hier als laatste regel niet deze regel laten staan. Ik ga opnieuw een input functie schrijven. Die input functie die gaat iets op het scherm tonen. Wat gaat die hier op het scherm tonen? Ik ga hem laten zeggen, press enter. Opletten met mijn aanhalingstekens hier, dat mogen geen dubbele zijn. Press enter to exit. Dus als dit uitgevoerd is, dan blijft het venster open, want er wordt input gevraagd van de gebruiker. De tekst die gaat verschijnen is press enter to exit. En als de gebruiker op enter drukt, geeft hij de beurt terug aan Python. Er is niks meer te doen voor Python, dus Python gaat op dat moment het scherm sluiten. Dat is een trucje dat we wel vaker gebruiken. Uh, dat soort trucken van de voor leer je wel al doen. Even kijken of dit gewerkt heeft. Mijn bestandje terug opslaan. Save, ik sluit het. We dubbelklikken op ons bestand. Typ hier jouw naam. Albus Dumbledore. Hartelijk welkom, Albus Dumbledore. Jouw naam bestaat uit 16 tekens. Press Enter to exit. En op het moment dat ik op Enter druk, zou het scherm moeten sluiten en is ook deze video afgelopen. Alweer bedankt voor het kijken. Graag zie ik je terug in de volgende. In de volgende video breiden we dit programma nog een klein beetje uit. Tot dan. Enter, scherm weg en we stoppen.